Hoi! Hoi! Vandaag hebben we voor jullie drie super makkelijke, simpele, snelle en meisjesachtige haartutorials. Ja, want jullie vroegen eigenlijk om van heb je een paar haarstijlen die ik kan maken voordat ik naar school ga? Misschien zelfs naar college als je student bent en dit aandurft. Dus hierbij onze drie turbo snelle haarstijlen. En ze zijn heel makkelijk, beloofd. Wij kunnen het, dus als wij het kunnen, kun jij het helemaal. Haarstijl nummer 1 is de meest makkelijke haarstijl als je geen tijd hebt. Deze heb je letterlijk binnen 5 seconden gepiept. En het enige wat je hoeft te doen is je haar in de zijscheiding en een clipje erin. Het eerste wat je doet is je haar doorkammen, zodat er geen klitten meer in zitten. Wel zo handig, 's ochtends. En daarna verdeel je je haar in een midden, of in een zijscheiding. Mijn natuurlijke zijscheiding zit hier. Vervolgens verdeel je het een beetje mooi. En is het enige wat je nog hoeft te doen, is ongeveer een pluk van zo dik als je duim te pakken aan de zijkant. En ik twist hem vanaf zeg maar mijn oor. En hem naar achter brengen. Clipje erbij pakken. Erin zetten. En een beetje mooi fatsoeneren. Het plukje nog een beetje naar wens. Doe mijn haar glad. En ready to go. Dit kun je zelfs nog doen op de fiets. Als je met los handen kunt fietsen. Of anders in de bus. Of vlak voordat de wiskundeles begint. Deze haarstijl heb je binnen 5 minuten gedaan. Wikkel een leuk sjaaltje om een haarband heen. Schuif hem zo in je haar. En gebruik ook 2 speldjes om een kleine halve staart te maken. Ik heb dit sjaaltje van Forever 21 gewoon eigenlijk om een haarbandje heen gewikkeld. Dit is eigenlijk een soort van leuk bloemenkransje. En wat ik doe is ik maak met mijn borstel een middenscheiding. En eigenlijk alleen aan de voorkant. Dan pak ik de rest, dus eigenlijk vanaf het midden van mijn hoofd ongeveer. Een beetje naar achteren. En deze pluk, die toupeer ik lichtjes. Dus iets verdeel ik dat een beetje. Nou, dit is de pluk die een beetje vooraan blijft. Deze ook. De rest steek ik voor nu even achter mijn oor. Vrij simpel. Steek het haarbandje er zo in. En deze twee plukken, die doe ik een beetje achter mijn oren. Maar ik draag ze wel een beetje losjes, dus niet te erg. Niet te strak. En wat ik met de rest doe is, ik pak 2 speldjes. Namelijk deze, die zijn wel heel erg schattig. Beetje te voor mijn leeftijd, maar als je jong bent kan het nog makkelijk. Met leuke gouden strikjes. En dan pak ik dit gedeelte van mijn haar. En dan speld ik ze hier vast als een soort kleine halve staart. De andere steek ik dus aan de andere kant erin. Dan is het eindresultaat. Dit heb je echt makkelijk binnen 5 minuten gedaan. En dan is je soort van Lana Del Rey look klaar. En de laatste haarstijl, nummer 3, is wat chiquer en wat zakelijker. Het is een donutknot met 2 losse plukken die naar achter gesteld zijn op een mooie twist manier. Hiervoor heb je nodig een paar schuifspeldjes, een donut en wat haarlak. We gaan beginnen. Je verdeelt je haar in een middenscheiding. En vervolgens haal je 2 plukken aan de voorkant apart. Ze moeten ongeveer even dik zijn. En deze zet ik even vast met een klein elastiekje. En vervolgens breng je het in een gladde, lage staart naar achteren. We schuiven de donut om de staart. Ik neem een kleine donut. En vervolgens ga je hiervan de knot maken. De knot zit er nu netjes en stevig in. En dan is het nu tijd om de laatste stap te doen. En dat zijn je lokjes. Ik ga een klein beetje touperen aan de onderkant. Want dan heb ik iets meer volume. Ik pak hem weer het lokje vast. En ik breng hem naar achteren. En vanaf het punt van mijn bril begin ik ongeveer lichtjes te twisten. Omdat ik dat wat mooier vind. Zo. Twist het lokje helemaal tot onder. Niet te strak. Want dan krijg je het mooie romantische effect gaat eraan. En nou breng je dat lokje tot om je donutknotje. En dat lokje zet je vast met een clipje. Die zet ik weer vast. Kijk even of het makkelijkste is om hem bovenlangs of juist onderlangs vast te zetten. Die andere had ik bovenlangs, deze doe ik onderlangs. Dus het moet niet lelijk gaan trekken.
Nou, zet hem weer vast met een clipje. Voel even goed waar het einde zit, want je moet hem wel echt goed op het einde vastpinnen, want anders ploept hij er weer uit. Bijna klaar. Het is nu alleen nog een kwestie van een beetje de voorkant heel voorzichtig fatsoeneren. En met nadruk op heel voorzichtig. En dan is het tijd voor heel veel haarlak om te zorgen dat het blijft zitten. En tada, dat is hem. Je donutknot met een leuk twistje aan de zijkant. Bedankt voor het kijken naar onze Back to School 3 Turbo Snelle Haarstijlen. Laat weten of je dit soort video's leuk vindt, dan zullen we het vaker opnemen. En tot volgende keer. Doei! Doei!